Oh, welkom bij weer een nieuwe leesvlog. Het is een gekke dag om te beginnen. Het is vrijdag, maar afgelopen week liep een beetje uit. Ik werd een dag ziek en het was ik weer wat vergeten met vloggen. Dus ik denk dat de komende periode mijn vlog sowieso een klein beetje, nou ja, take it en doe er wat mee wat je wil. Maar het is allemaal een beetje niet vast strikt op een bepaalde dag. Het is maar net hoe het loopt. Het is 16 september alweer. Het is echt eindelijk echt een beetje herfst. Vandaag was er heel veel regen. Er komt volgens mij ook nog regen. Het is lekker afgekoeld in huis. Ik kan gewoon weer normaal lange mouwen aan zonder in zweetbuien te vallen, zeg maar. En dat vind ik ook fijn, want ik hou van lezen op de bank met een dekentje. De kaarsjes staan aan. Dekentje doe ik nog niet, dat is nog net iets te warm. Maar ik heb gewoon die herfstvibes. Ik heb ook meteen met mijn collega's een aantal dan een buddy read ingepland. Vanaf 1 oktober gaan we Dracula lezen van Bram Stoker. Die heb ik onlangs gekocht, want de Wordsworth editions werden uitgebreid in collectie. Nou, daar heb ik al flink wat van op voorraad. Dat zijn niet die, maar die liggen boven. En er was dus ook nu een Dracula versie. Dus die had ik al gekocht. En toen dacht ik, die wil ik sowieso een keer lezen. En toen zag ik een vlog van Gavin Hetherington, die ik al heel lang volg. Dat hij ook Dracula ging lezen. En dan een hele vlog erbij. Echt heel sfeervol, heel gaaf. Dus echt een tip om even te kijken op YouTube. En toen dacht ik, hij was er zo enthousiast over. Ik denk, ja, die wil ik lezen. Dus dat zei ik tegen een collega. En zij zei, oh, die wil ik ook dit jaar eigenlijk nog lezen. Een beetje in het spooky season. Dus toen dacht ik, dat is misschien leuk om met meerdere collega's te lezen. Maar dat is vanaf 1 oktober. Dus dat is nog niet in deze vlog dat we gaan starten. Maar wel iets leuks om naar uit te kijken. Wat ga ik deze week dan wel lezen? Nou, ik ben nog steeds bezig in de grootste bankoverval aller tijden van Frank Kraken. Hier doe ik gewoon heel rustig over. Af en toe zo'n hoofdstuk. Soms twee. Dan leg ik hem weer even weg. Dus dit is echt mijn bijboek, zeg maar. Een non-fictieboek die ik gewoon af en toe pak. Gewoon uit wil lezen, maar geen haast heeft. Ik vind non-fictie ook vaak, niet altijd, maar soms wel boeken die ik niet achter elkaar in één keer uitlees. Dat pak ik gewoon er even bij en dan lees ik een stukje. Dus op die manier. Welke deze week wel uit moet van mezelf is Booth van Karen Joy Fowler. Ik ben bijna op de helft. Dit gaat over, voor degene die de afgelopen vlogs niet hebben gezien. Dit gaat over de familie Booth. Dat is een familie die echt vroeger heeft bestaan, eind 1800. Vader, een beetje een excentrieke man met volgens mij een beetje manisch depressieve buien. Acteur op het toneel. Nou ja, toch wel een redelijk groot naam in Amerika en Engeland. Want ze hebben als familie tussen die twee landen ook nou ja, gezworven, zeg maar. Veel kinderen. En in dit boek volg je per deel zich eigenlijk een kind. Vanuit de oog van het kind lees je een beetje hoe hun jeugd was. Hoe de onderlinge verhoudingen waren met elkaar of met de vader. Gevoelens, dat is waarschijnlijk wel allemaal fictie, grotendeels. Want nou ja, dat kan je nooit weten natuurlijk. En een van die zoons is dus uiteindelijk ook de moordenaar geweest van Abraham Lincoln. En dat zal denk ik aan het einde van het boek ook nog wel naar voren komen. Want nou ja, staat hier ook razendspannend de familiegeschiedenis van Lincolns moordenaar. Dus ik neem aan dat het aan het einde ook wel besproken gaat worden. Want ik neem aan dat anders dat kogelgat daar niet zou zitten. Lees niet super snel. Een collega van mij vond het taalgebruik een beetje houterig. Dat ben ik met haar eens. Zeker in het begin moest ik daar ook erg aan wennen. Maar ik zit er nou wel heel goed in. Ik vind het echt wel een heel interessant boek. Ik heb nergens een moment dat ik me verveel. Het is alleen, het leest niet snel. En ik weet niet hoe dat komt, dat sommige boeken heel snel lezen en andere wat minder. Dus dan toch de manier van schrijven, denk ik. Maar wel een boek die ik nou ja, zeker interessant vind en nog geen enkel moment heb gehad. Nou, die ga ik DNF'en. Dus deze gaat deze week uit. Ik weet alleen nog niet wanneer. En ik ben vandaag nog met een boek erbij begonnen. En daar wilde ik eigenlijk een beetje een boek lezen waarvan ik wist, nou, dat leest wel snel. Museumnacht van Chinook Thijssen. Want ik vind het toch wel lekker om af en toe eventjes iets minder te hoeven nadenken bij wat ik lees.
een beetje echt ontspanning. Ik heb genoeg aan mijn hoofd op het moment. Dus af en toe een boek erbij die gewoon makkelijk leest, waarbij je niet hoeft na te denken, is echt heel fijn. Dus Museumnacht, dat gaat over... ik ben er echt nog helemaal aan het begin. Ik ga hier zo weer even in verder. Dat er een jaar geleden in een museum een groep jongeren waren. Met een soort privéfeest. En daar zijn heel veel vermoord. Dan zijn er twee YouTubers, twee broers die dat op YouTube bespreken van die vlogs en zo. En die hebben dus een soort van prijsvraag. Een jaar na dato kan een groep vrienden een nacht overnachten in dat museum. Wat dus helemaal in vervallen staat is en alles zou nog zijn zoals het ooit destijds is achtergelaten. En die krijgen ook nog 50.000 euro of zo. En je volgt eigenlijk meerdere personages. Ik heb er nog maar... 2 of 3 nu voorbij zien komen van die vriendengroep. En die gaan denk ik dan proberen om te winnen, om dat nachtje door te brengen. En ik gok dat dat dus gaat gebeuren, want ik neem aan dat dat het hele rode draad van het verhaal is, zeg maar. Dus ja, ik heb er wel leuke recensies over gelezen, dat het echt wel een goede thriller is. We gaan het zien. Dus hier ga ik vandaag nog even in verder. Een goed stuk, denk ik. En dan misschien vanavond nog verder hierin. Of morgen. Morgen ben ik ook vrij. Ik heb alleen wel hockey van de kinderen. Wedstrijden. Maar tussendoor kan ik wel gewoon lekker mijn ontspanning pakken. En nu dus ook. Want Fenna haalt Thomas om 2:30. Nee, niet 2:30. 2:15 uit school. En dan gaan we even naar mijn zusje in Zoetermeer. Die zou eigenlijk hier komen met haar zoontje. Om even gewoon gezellig op de koffie te komen. Maar de oudsleutels had haar man per ongeluk meegenomen. Dus ze kon niet weg. Dus ik zeg, nou, ik heb toevallig de auto van mijn broer vandaag onverwacht te leen gekregen voor de hockey morgen. Dus ik ga wel naar jou toe. Dus als de kinderen straks allemaal thuis zijn, dan gaan we even bij haar langs. Dus dat is leuk, want er staat ook nog een tasje met cadeautjes van mijn moeder nog voor mij. Vanuit Engeland. Waaronder BH's, dat weet ik, want dat had ik gevraagd of ze die mee wou nemen. Maar ik denk misschien nog wel iets leuks. Dus leuke dag en nu even lekker lezen. Nou, en ik ga proberen deze keer wel weer even in de winkel te filmen. En ook nog leuk, Amy gaat bij mij werken. Bij mij in de winkel. Dus die wilde heel graag bij Paagman werken, die is aangenomen. Dus moeder en dochter gaan in de boekhandel werken samen. Heel erg leuk. Ik denk dat er nog meer boeken daardoor ons huis binnen glippen. Heb ik zo'n idee van. Nou, tot later weer. Doeg! Goedemiddag. Het is 12:30 op de zaterdag. Ik heb er al een dag op zitten, want ik moest vanmorgen al erg vroeg in Delft zijn voor Thomas' wedstrijd. Die speelde 9:15. Lekker in de zijkregen. Maar wel, hij mocht keepen, maar hij heeft niet heel veel hoeven doen, want... Het was een iets zwakkere tegenstander. Dat kan. Dat is in het begin vaak met zo'n seizoen nog even een beetje uitzoeken. In welke lijn zeg maar ze het beste uitkomen. Dus die heeft gewoon lekker een beetje op zijn kont gezeten. En het was niet een hele actieve ochtend voor hem. Toen naar huis. Even wat gegeten. Ik heb net een wasje opgevouwen. Een wasje opgehangen. Ik denk, ik ga nu eerst even vloggen. En dan ga ik totdat Fenna's wedstrijd is even lekker lezen. Ik heb gisteren nog best wel een stuk in Museumnacht gelezen. En eigenlijk was ik daar ook al wel bang voor. Dat als ik er naast de twee die ik aan het lezen ben een wat luchtiger boek pak. Dat ik die ook waarschijnlijk weer als eerste uit ga lezen. Dat is een beetje mijn valkuil. Het leest heel makkelijk weg. Gaat over een groep vrienden. Volgens mij, misschien heb ik dat al wel verteld. Die in een soort museumachtig iets... een nacht gaan doorbrengen. En je kan er natuurlijk gif op innemen dat daar wat gaat gebeuren. Nou, daar is in ieder geval al wat gebeurd. Ik zal verder niks spoileren. Maar ik moet zeggen dat ik nog werkelijk geen idee heb hoe de vork in de steel zit. Dus dat vind ik zeker een verrassend iets. Soms heb je nog wel eens met jeugdthrillers dat het wel heel voorspelbaar is. Ik moet zeggen, tot op heden echt nog niet. Misschien hooguit een beetje voorspelbaar dat je weet dat er slachtoffers gaan vallen. Maar ja, dat heb je met film Scream ook en toch is dat leuk. Ik zit op pagina 102. Dus nog niet op de helft, maar ik ga redelijk naar de helft toe. Ik vind het ook leuk dat het elke keer vanuit een ander perspectief wordt geschreven. Dus elke keer lees je vanuit een bepaalde persoon uit die vriendengroep. Dus ja, sorry, maar totdat ik naar hockey ga, ga ik toch even hierin verder. Maar dan moet ik van mezelf wel, of moet, wil ik ook, vanavond en als ik eenmaal thuis kom na het eten of zo, in ieder geval weer een hoofdstuk in deze lezen. Ik zal even spieken.
Nou, het is wel een hoofdstuk van bij elkaar opgeteld eigenlijk één pagina. Als je de foto, na twee, als je de foto's weghaalt. Ik ga twee hoofdstukken lezen. Ja, dus dat staat voor vanmiddag op de planning. En daarna wil ik ook weer verder in Booth. Oh, ik word even gebeld. Ik ben zo terug. Het is toch leuk dat ik word gebeld door mijn dochter dat haar zus haar tikkie moet betalen. Terwijl die zus ook hier in huis is, maar die leest haar app niet, dus dan word ik ingeschakeld. Zo gaat dat gewoon. Dat is nog net niet de vraag of ik dat tikkie wil betalen. Maar wat ik zei, ik ga dus ook vandaag weer verder in Booth. Dus deze twee worden vandaag ook gelezen. Maar ik denk dat deze morgen sowieso wel uit is. Want ik neem hem morgen ook mee naar mijn werk. Dan heb ik altijd een half uur pauze. En morgenavond. En wellicht morgenochtend. Want ik begin natuurlijk pas om 11 uur. Dus ben benieuwd in hoever ik dit weekend... Nou ja, mijn weekend is eigenlijk vandaag nog de laatste dag. Maar hoever ik ga komen met deze drie. Ik ben ook nu boven en ondertussen een beetje aan het rondkijken of er nog boeken zijn in mijn kast waarvan ik denk... toen ik hem kocht had ik daar waarschijnlijk erg veel behoefte aan. Maar ga ik ze echt nog lezen? Want dan kan ik eventueel weer wat inleveren bij tweedehands. Want ik heb natuurlijk met mijn collega een boek bij Ben voor de komende tijd ingesteld. Maar er zijn wel een paar releases, Engelse releases. Nederlands kan ik nog wel eens regelen dat ik een leesexemplaar krijg. Maar Engelse releases die ik echt wel heel graag wil. Dus dat mag ik dan alleen als ik een cadeaubon heb. Dus daar ga ik nu mee aan de slag. Nou ja, even globaal kijken en dan ga ik eerst lezen totdat ik weg moet. Dus tot morgen. Doeg! Zondagavond. Ik moet het wel een beetje kort houden, want mijn telefoon is niet opgeladen. Dus ik weet niet hoe lang die het volhoudt. Ik heb gewerkt vandaag en op het werk. Ik heb toch zo'n mazzel. Lag een leesexemplaar voor mij van de nieuwe Rainer Wynne landlijn. Ik vind de cover echt super gaaf. Deze ga ik ook lezen, maar mijn moeder gaat hem eerst lezen. Want die heeft De Wilde Stilte ook al gelezen, het boek hiervoor, het tweede deel. En ik nog niet. En ik denk niet dat ik daar op korte termijn aan toe kom. Maar mijn moeder, ik zie een beestje vliegen. Mijn moeder wil deze wel heel graag eerder lezen. Dus zodra ik mijn moeder zie, krijgt ze deze om te lezen. Ook lag klaar. De held van station Friedrichstrasse van Maxime Leo van uitgeverij Signatuur. Dit gaat over een beetje een zielige man die in een videotheek werkt. Dat heeft hij overgenomen, maar ja, door streamingdiensten en dergelijke stelt dat vrij weinig meer voor. Hij heeft schulden. En dan staat er opeens een journalist bij hem in de winkel die hem wil interviewen. Want die heeft vernomen dat hij een held is geweest in de jaren 80, toen er nog Oost- en West-Berlijn was, werkte hij namelijk bij een station, bij Friedrichstrasse. En hij heeft destijds het spoor, waarschijnlijk per ongeluk, gesaboteerd, waardoor treinen uit Oost-Duitsland rechtstreeks naar West-Duitsland gingen. Wat natuurlijk een soort van vluchten was voor de mensen op die trein. Hem wordt veel geld geboden om zijn verhaal te doen. Nou ja, hij heeft flinke schulden, dus hij denkt, ja, ik heb het volgens mij per ongeluk destijds gedaan. Ik weet verder er niks van. Ik heb geen vooropgezet plan gehad om mensen te helpen. Een soort van te vluchten vanuit Oost-Duitsland. Hij heeft 4 dagen in de cel gezeten. Maar niet 2 maanden zoals wordt beweerd. De roem lonkt. Dus hij maakt er een mooi verhaal van. Op de achterkant staat ook van dat er uiteindelijk een boekcontract en een verfilming aangekomen is. Hij wordt echt een held. Dan ontmoet hij een meisje die destijds op die trein heeft gezeten. En die worden verliefd. En dan is het, ja, gaat hij door met die leugen die hij heeft verteld. Over wat hij allemaal heeft gedaan. Wat dus eigenlijk niet helemaal waar is. Of gaat hij kiezen om gewoon toch voor de liefde te gaan. En zijn verhaal omhoog. Of zo te laten zoals hij het heeft verteld, zeg maar. Ik ben echt net begonnen, want ik ga deze ook lezen voor mijn werk. Collega's die hem al hebben gelezen vonden het een erg leuk boek. Dus deze lees ik namelijk naast Booth. Ik heb vandaag wel weer wat gelezen. Ik zit inmiddels op pagina 194. Maar ja, het schiet niet heel erg op.
Ondanks dat ik het een heel leuk boek vind, het leest gewoon echt niet snel. Dus deze blijf ik gewoon weer naast de grootste bankoverval. En deze ga ik dit gewoon bij elkaar weer lezen. Ik denk dat ik vanavond hier even een beginnetje in ga maken. Of tenminste ietsje verder ga. En dan zien we wel. Ook lag de nieuwe Celeste, ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. Onze Verloren Harten, die verschijnt 11 oktober. Die lag ook voor mij klaar om te gaan lezen. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Even kijken hoor. Ja. Dan heb ik deze zelf nog meegenomen. Geen gekocht boek. Ik heb hem omgeruild voor een andere. Dus ik heb me goed aan mijn boek bij Ben gehouden. Ik heb er geen euro voor betaald. Ik heb hem gewoon omgeruild. Not Good for Maidens van Tori Bovalino. Als ik het goed uitspreek. De cover is echt fantastisch. En ook gezien op BookTube. En werd goed gerecenseerd. Dus die heb ik meegenomen. Museumnacht heb ik gisteren uitgelezen. Ik vond hem echt heel gaaf. Voor een Nederlandse jeugdthriller. Ik heb er meerdere gelezen. Bij velen had ik toch wel een klein beetje zo'n vermoeden hoe het, nou ja, in elkaar zat. Ik vond dit echt een verrassende wending. Op een gegeven moment had ik wel een klein beetje het idee dat is de dader. Maar nog zat er een hele heftige, zat er toch een hele onverwachte plot twist op het einde. Waardoor het toch weer, nou ja, nog verrassender was dan dat ik had gehoopt. Nou, ik heb echt genoten van dit boek. 4,5 ster heb ik hem gegeven. Ik heb ook de uitgever ook meteen even vanaf mijn werk een kleine review of recensie eigenlijk gemaild. Want hou je van thrillers en hou je ook van jeugdthrillers? Museumnacht van Chinook Thijssen is echt een aanrader. Ik vond het echt een heerlijk boek. Dus die hou ik ook thuis. Want met drie kinderen die, nou ja, twee houden ervan lezen. De jongste is nog iets te jong, maar de oudste die zou deze zeker kunnen lezen. En de middelste zal ook wel boeken moeten lezen, misschien wel weer voor school. Die doet onderwijsassistenten. Dus ja, lijkt me dat ze ook wel een beetje wat moet gaan lezen in de komende jaren. Dus ik hou hem thuis, dan kunnen zij hem ook gaan lezen binnenkort. Ik ga nu lekker douchen. Morgen weer werken. Maar vanavond ga ik nog even lekker lezen. Dit zijn dus nu de drie boeken zoals ze ervoor staan. Ja, gaan zien. Woensdag heb ik wel een hele drukke dag. Dus ik weet niet of ik op een vrije dag woensdag veel kan lezen. Maar de komende dagen ga ik me vooral focussen op deze twee. Nou, dat was het. Ik ga mijn telefoon, denk ik, morgen overdag opladen. Dat ik hem donderdag mee kan nemen om even te filmen in de winkel. Ik denk dat ik dat ga doen. Want dat had ik beloofd vorige week. Nou ja, tot morgen weer. Doeg! Goedemorgen deze woensdagochtend, 21 september alweer. De maand september vliegt ook weer net als augustus aan me voorbij. Het is niet te geloven. Ik weet eigenlijk niet of ik, volgens mij heb ik maandag voor het laatst gevlogd. Gisteren in ieder geval niet, toen had ik een werkdag en uit mijn werk kwam mijn broer me halen. Die moest ik even thuis afzetten. Toen moest ik nog even langs Amy bij een ander winkelcentrum die aan het werk was om mijn fietssleutel af te geven. Dus het was een beetje een rommelige dag. En toen kwam ik thuis eten. Toen dacht ik ook van, nou ja, kom morgen wel. Maar vandaag heb ik ook een drukke dag. Want ik moet straks naar de mediator. Ik ben rete zenuwachtig. Omdat er vandaag denk ik toch best wel wat dingetjes uitgesproken gaan worden. Ook over het huis. Dus ik ben lichtelijk in paniek. Maar ja, ik moet er maar over me heen laten komen. Ik kan er toch niks aan veranderen. Dus dat heb ik straks. Dan moet ik ook weer even naar mijn broer. Want ik heb zijn auto. Dus moeten we eventjes de hond van zijn schoonouders uit gaan laten. Daarna gaan we naar huis. Thomas' telefoon gaat. Terwijl Thomas op school zit. Ik ga even opnemen. Dat was de moeder van een vriendje van Thomas die wilde checken of er zoontje op school was, want die was zijn telefoon vergeten. Maar Thomas heeft zijn telefoon ook thuis, dus dat schiet niet op. Waar was ik? En Thomas heeft vanmiddag een feestje, dus die moet ik even halen en brengen naar Jump Square in Rijswijk. Maar tussendoor wordt het wel, afgezien van wat dingen in het huis, even ontspannen. Even lezen, eventjes mezelf weer wat rust gunnen. Want ja, het is gewoon een stressvolle tijd. En ik merk gewoon, mijn werk geeft energie. Daar geniet ik heel erg van, maar ik merk wel dat door slecht slapen, door malen in mijn hoofd, dat mijn
energielevel toch wel lichtelijk gedaald is. Dus ik neem me rust wanneer dat kan. Met boeken. En natuurlijk ook met de kinderen. Maar dat is heerlijk. Die gaan ook, zoals Thomas, die gaat dan gisteravond gewoon lekker naast me zitten als ik aan het lezen ben. Hij ook lekker met een boekje. Dus we genieten volop. Wat ik als eerste wilde laten zien is, op mijn werk heb ik een leeslampje gekocht van Jane Austen. Er staat gewoon Jane Austen in haar profiel. Logo is het eigenlijk al niet meer. Ik gebruik boven op mijn kamer geen leeslampje, want heb ik gewoon een nachtlampje. En er is niemand naast mij die zeurt dat ik een nachtlampje aan heb. Dat is dan wel weer een voordeel. Maar s'avonds hier beneden wil ik eigenlijk zoveel mogelijk lichten uit. Want nou ja, dat is denk ik iedereen wel in het nieuws voorbij. Hebben ze dat zien komen. Energieprijzen, dat soort dingen. Dus ik probeer er ook een beetje op te bezuinigen door lekker kaarsjes aan te doen. Vind ik ook veel gezelliger. Geeft ook nog warmte. Maar daardoor heb ik af en toe wel een beetje slecht licht met lezen. Dus ik denk voor beneden heb ik een leeslampje. En die geeft echt heel goed licht. Dus die heb ik op mijn werk gekocht. Dat mocht van mezelf. Verder mag ik niet heel veel meer kopen. Ik ben voornamelijk bezig geweest in De Held van Station Friedrichstrasse van Maxime Leo. Daar ben ik ook al redelijk over de helft. Want we hebben donderdag, volgende week donderdag, weer vergadering van Boek van de Maand. En ik heb nu nog eigenlijk maar één boek echt uit. Dus ik wilde deze sowieso uitlezen en dan weer verder met Booth. Want dan heb ik iets meer afgeronde boeken om over mee te discussiëren. Deze leest heel makkelijk. Gaat natuurlijk over die man die eigenlijk ongewild als held wordt gezien van Oost-Duitsland destijds. Dat hij een trein heeft weten te laten ontsnappen naar het westen. Dat verhaal is flink aangedikt. Hij is eigenlijk door leugens daardoor in een soort van een positie beland, wat hij eigenlijk steeds stressvoller vindt. Want hij moet natuurlijk steeds meer de schijn ophouden. Zijn verhaal flink aandikken, wat eigenlijk gebaseerd is op een leugen. Want het was puur toeval en eigenlijk een ongelukje dat hij daarbij betrokken is geraakt destijds. Maar hij verdient er geld aan. Aanzien, het contact met zijn dochter is daardoor hersteld. Maar ja, hij komt nu ook wel erachter dat het net van leugen zich een beetje gaat sluiten. Dat mensen, sommige mensen misschien wel doorhebben dat hij niet altijd even eerlijk is. Het is op zich wel een heel interessant verhaal. Soms dwaalt mijn aandacht een beetje af. Ben ik even niet heel erg gefocust op het verhaal. Maar dat is ook aan mij. Dat is ook een beetje gewoon door de huidige situatie dat mijn focus af en toe een beetje wegdwaalt. Maar ik vind het wel een vermakelijk boek. Dus daar ben ik in bezig. En daar ga ik vandaag ook in verder. Ik ga vandaag ook alweer een stukje in Booth lezen. Daar ben ik nu bijna op de helft. Nou, kan je nagaan. Want ik heb hier echt al flink wat uur leeswerk in zitten. Maar het leest gewoon niet zo snel. Maar ik vind het wel nog steeds interessant genoeg om verder te lezen. Dus hier ga ik ook nog in verder vandaag. En ik ga vandaag ook nog weer een hoofdstuk lezen in deze. In de grootste bankoverval aller tijden. Dus de bedoeling is dat ik in elk boek vandaag wel iets ga lezen. Maar het meeste in de Friedrichstrasse. De held van station Friedrichstrasse. Ik heb ook mijn leesschema gemaakt van Dracula. Of mijn leesschema. Het leesschema die ik met collega's ga lezen vanaf 1 oktober, Dracula. Het is echt wel een flinke pil. Ik heb hem voor 2 weken gemaakt. Maar of we dat gaan redden met al het werk, dat zien we vanzelf al. Dus daar ga ik vandaag ook nog eventjes een appje van maken. Is natuurlijk ook boekgerelateerd. Dus denk ik meld het even. En verder heb ik eigenlijk niet heel veel boekennieuws. Op het werk zijn wel weer heel veel gave Engelse boeken binnengekomen. En ik moet me echt inhouden, want ik mag van mezelf gewoon echt even niks kopen. Ik ben ook wel weer een beetje bezig met boeken uitzoeken boven. Van boeken die ik heb gelezen, die ik wilde bewaren. Waarvan ik denk van ja, ze nemen ruimte in mijn kast. Vind ik ze echt zo leuk dat ik ze echt nog wel een keer wil gaan lezen. En daar moet ik gewoon wat strenger in zijn. Misschien moet ik ook gewoon denken, nou Hilde, je kan hier ook een ander boek voor uitkiezen waar je nog heel veel leesplezier aan kan hebben. Maar soms wil je ook boeken gewoon houden. Dan denk je van misschien ook verlaten voor de kinderen. Of als je over 10 jaar nog eens denkt, ik wil hem nog een keer lezen. En dan heb je misschien spijt dat je hem hebt weggedaan. Dus
daar kijk ik af en toe eens even naar. Dan ga ik eens even voor die kasten staan. En dan denk ik, nou, Hilde, even kritisch. Ik ga nog even ontspannen. Eventjes, totdat ik weg moet. En dan, nou ja, morgen... Oh ja, ik zou morgen deze telefoon meenemen. We staan wel met echt veel te weinig mensen morgen. Of tenminste, met redelijk minimale bezetting. Dus of ik heel veel tijd heb om te filmen, weet ik niet. Maar ik begin wel als enige om 9 uur. En de winkel gaat pas om 10 uur open. Omdat ik de vracht ga uitpakken. Dus misschien dat ik daarvoor eventjes kan filmen. Dan is de winkel ook leeg. Tenminste, niet de winkels leeg, maar aan klanten. Die zijn er natuurlijk nog niet. Dat is wel het ideale moment. Dus misschien dat ik dat wel ga doen. Maar ja, dat merken jullie dan hierna wel. Doeg! Zo, nou, zoals beloofd. Ik heb mijn telefoon meegenomen en... het is 9:05, dus ik heb nog 5 minuten. Ik heb wel alle schermpjes al aangedaan, we hebben door de winkel allemaal schermpjes. Dan kunnen mensen de prijzen scannen, de computers staan door de hele winkel aan. Ik heb even een rondje gelopen, muziek staat aan. Ik ga dus zo de vracht naar binnen halen. We hebben 1 pallet met Nederlandse boeken eigenlijk. Het is altijd wat 's ochtends wordt geleverd, gewoon uit het Centraal Boekhuis. Dus gewoon ja, aanvulling van... Nederlandse titels en nieuwe titels. Maar ik denk, ik ga eerst nog even een rondje... Nou ja, niet helemaal, want ik ben al buiten adem. Maar even een stukje filmen in de winkel. Dus ik draai hem even om het scherm en dan laat ik even wat zien. Nou, wat leuk is, is sowieso natuurlijk Boekenweek voor jongeren met de 2 winnaars. Dus we hebben een tafel hier met nou ja, allemaal titels die eventueel voor de leeslijst aan te raden zijn. Natuurlijk de genomineerden, de winnaars volop. Lily wil ik ook trouwens nog wel lezen. Ik heb Het meisje met de luidende stem al gelezen, maar deze wil ik eigenlijk ook nog wel lezen. Dus vaak hebben we een beetje zo'n thematafel. Dan liggen er weer kinderboeken, dan weer young adult boeken, nou, dan weer dit. Nou, we hebben ook natuurlijk nog steeds de Alice Oosman tafel. Dat blijft gewoon goed lopen. En we hebben... Ik koop deze tasjes in, boekentasjes. Ze hebben allemaal soorten en die lopen zo hard. Dus die hangen echt door de hele winkel. Leeslampjes. Ik heb er ook eentje gekocht van Jane Austen. Echt super handig. Nou, dan hebben we hier, dit heb ik al vaker laten zien natuurlijk. De fantasy hoek met allemaal weer mooie boeken. Deze zag ik net staan en die heb ik toevallig in mijn mapje op mijn telefoon met boeken die ik nog wil. Maar ik mag nu even niks kopen. Maar deze had ik er in ieder geval op staan. Dus dat is weer lekker opgevuld allemaal. Ik was gisteren natuurlijk vrij. Oh, ik heb gewoon zin in herfst en Halloween. En krijg ik allemaal... Oh, trouwens de cover van Stephen King. Fairy Tale van het Engelse boek vind ik echt, echt heel mooi. Ik hoop dat ik... Echt heel gaaf. Dan hebben we hier een Dark Academia tafel sinds... Nou ja, sinds eigenlijk Babel is uitgekomen. Het is allemaal een beetje Dark Academia titels. Babel loopt echt heel erg goed. En hebben dus deze tasjes bijgehangen. Nou ja, dit ziet er wel erg Dark Academia uit. En ook een beetje Dark Academia leeslampjes. Marmer, zwart en een paar classics. Deze tafel loopt altijd heel erg goed sowieso. Want die staat echt pal voor de Young Adult kast. Daar is het altijd heel erg druk. En hier begint, nou ja, dit eindigt het literatuur van Engels, want dat begint daar. En dan hebben we hier natuurlijk onze BookTok-kast. Die wisselt ook vaak van nou ja, nummers 1, 2, 3. Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5. En deze hebben we dus ook alweer sinds die dinsdag, of kan die maandag binnen. Nou, maandag of dinsdag hadden we er 10. 1, 2, 3, 4, 5. Dus er zijn er alweer een paar weg. Ik heb hem op mijn telefoon, dus ik wil hem nog wel eens PDF lezen. Nou, dus dan de top 10. Hebben we hier gewoon de literatuur. Deze had ik ook al in mijn handen gehad, maar ik mag niks kopen. En zo ook met deze. Ik vind het allemaal van die leuke covers en dan word ik altijd een beetje, nou ja, hebberig. Nou, onze mooie Penguin Clothbound wand. Met hier ook weer een leuk plekje met, nou ja, oh ja, deze heb ik. Dit leeslampje. En ook nog weer leuke tasjes. Nou, 2 hardlopende nieuwe romcom titels. En dit was zo'n leuk idee van mij. Als ik heel eerlijk met de eer even mag strijken. Deze pilaar is echt heel lelijk als je er niks voor hangt. Toen zei ik, oh, we kunnen er misschien allemaal tasjes voor hangen. Ze hebben allemaal
canvas tassen daar opgehangen. We hebben nu echt een canvas tassen. En dat Jane Austen boeken tasje heb ik ook, die donkerblauwe. Nou, dan hebben we hier de literatuurtafel. Allemaal nieuwe titels. Jimmy Nelson heeft een nieuw boek. Hier nieuwe titels en hardlopers. En dan, nou, dit nog even, want dan moet ik wel echt aan het werk. Mijn thrillertafel, of tenminste mijn thriller, is onder andere een afdeling die ik bijhoud. En dan hebben we een Stephen King toptafel. Kijk, die is nieuw binnen. Mystery heb ik al gelezen, maar dit is toch wel echt een hele gave uitvoering. Echt super gaaf. En The Shining vond ik ook een hele gave cover. Met al die skeletten. Maar ja, ik ga het nog één keer zeggen. Ik mag niks kopen, dus dat doe ik dan ook niet. Nou, dan ga ik nu naar waar de vracht staat. Hier nog een leuke tasjes. Fantasy. Oh, heerlijk om hier te werken. Even kijken. Nou, laat ik jullie nog even zien de vracht. En dan heb ik echt twee handen nodig om die vracht naar binnen te rijden. Nou, dit is een van de achtermagazijntjes, zeg maar. Dan is dit de deur en de gang om daar weer uit te komen. En tadaa, de pallet. Nou, die ga ik nu naar binnen rijden en ik ga aan de slag. Doeg! Goedemorgen, deze vrijdag. Mijn vrije dag. Heerlijk, was ik echt aan toe. Gewoon even een dag rust. Tenminste rust. Je gaat natuurlijk wel wat dingetjes doen, maar even thuis. Dat is het denk ik meer. Ik heb Thomas naar school gebracht. Ben ik meteen doorgefietst even naar het centrum, naar de Albert Heijn. Want er waren veel leuke aanbiedingen om even op te halen. Thee van Pickwick was in de aanbieding. Wat hakdingen. Nou ja, ik ga niet mijn hele boodschappenlijst vertellen. Maar in ieder geval even wat dingetjes gehaald. Ik heb net een was opgevouwen. Een beetje opgeruimd. En tussen 10:30 en 11:30 komen mijn vader en bonusmoeder even een kopje koffie drinken. Of thee. Of nou ja, thee heb ik genoeg. En dan komt Thomas middag lunchen thuis en die brengt dan naar school. Dan ga ik gauw naar huis, pak ik de auto van mijn broer. Dan ga ik gauw even naar de Dirk boodschappen halen. De grote zware boodschappen. En dan uit school met Thomas even naar de kapper. Dan moet ik nog even met hem naar de Action voor een vliegtuigje en een oplader. En daarna heb ik lekker rust. Dus gewoon een beetje zo'n dagje dat je wat klusjes doet. Ik moet ook nog even iets op Vinted zetten. Ik moet nog een pakketje wegbrengen. Dus gewoon een beetje zo'n dagje. En tussendoor lezen. Ik heb hier even wat boeken allemaal bij elkaar gepakt om even te bespreken. Ik weet niet of ik... Volgens mij had ik wel gezegd gisteren, toen ik in de winkel aan het filmen was, dat ik deze uit had gelezen. Dacht ik. 3,5 sterk. Vond het een leuk verhaal. Af en toe merkte ik dat ik het een klein beetje langdradig vond. Maar op zich, het verhaal vond ik heel leuk. Het moraal van die man, dat hij zo'n held opeens werd. En dat hij aan het begin eigenlijk wel van genoot van het aanzien, het geld. Maar op een gegeven moment toch ook wel een beetje gewetensvroeging kreeg. Van nou ja, het is natuurlijk allemaal een beetje gebaseerd op een leugen. En daar voelde hij zich toch niet lekker bij. Dus ik vond het op zich wel een heel, heel leuk boek om tussendoor te lezen. Geen boek die me mega lang bij zal blijven, denk ik. Het is geen boek waar ik een dag later nog over terugdenk, zeg maar. Dat heb je soms met boeken, dat ze je zo aangrijpen, dat gewoon, nou ja, dat je daar nog wel eens aan terugdenkt. Dat zal met deze niet zo zijn, maar ik vond het wel gewoon een leuk verhaal. Welke ik ga DNF'en, mogen jullie raden? Nee hoor. De grootste bankoverval aller tijden. Ik heb net weer een hoofdstuk gelezen en ik kan er gewoon echt geen touw aan vastknopen. Die honderden personages voor mijn gevoel. Elk hoofdstuk weer over iemand anders. Ik ben iemand die... Ik kan best non-fictie lezen hoor. Want er zijn best wel non-fictieboeken, zoals De Meeste Mensen Deugen, waar ik echt van heb genoten. En die ik heel interessant vind. Maar ik moet wel een soort verhaallijn kunnen volgen. Ik moet wel een soort rode draad hebben. Bepaalde personages die ik echt gewoon onthoud en waar ik gewoon, ja, die ik echt volg. En in dit boek heb ik dat totaal niet. Het pakt me gewoon op de een of andere manier niet. En of dat de schrijfstijl is, het verspringen van de personages, het zijn meer losse, korte stukjes. En daar kan ik nu gewoon niks mee. Dus deze, sorry, maar gaat naar de afdeling tweedehands. Die
Nou ja, ik heb het geprobeerd. Welke ik nog wel natuurlijk verder ga lezen is Booth. Hier ga ik vandaag in verder. Ik wil vandaag gewoon zeker wel weer een flink aantal pagina's lezen. Ook dit is een boek waar ik gewoon een beetje mee struggle qua dat het me gewoon niet snel genoeg gaat. Dat ik voor mijn gevoel soms echt er helemaal in zit, maar het gaat heel traag. Ik weet ook niet wat het is. Maar hier ga ik zeker wel vandaag weer in verder. Maar ik neem daar natuurlijk wel weer een boek naast. En mij kennende zal dat het boek zijn waar ik waarschijnlijk nog sneller doorheen ga dan Booth. Maar nou ja, dat maakt niet uit. Ik heb gekozen voor Het Appartement van Lucy Foley. Een thriller van de boekerij. Ik ben ook namelijk een beetje bezig om wat meer leesexemplaren die ik via mijn werk krijg. Soms ook gewoon ongevraagd. Gewoon heel lief krijg ik dat dan opgestuurd. Om die sneller weg te lezen en sneller een soort van terugkoppeling naar de uitgeverij te mailen. Ook als dank voor het ontvangen van het boek. En gewoon een beetje een soort van terugkoppeling wat ik ervan vond. Thriller, het is bijna oktober. Ja, dat is ook zo. Ik heb gewoon heel veel zin in niet heel veel nadenken. Gewoon lekker thrillers lezen. Dus deze ga ik ernaast lezen. Daar ga ik vandaag wel al een beginnetje in maken. Het is wel een dikke. Maar op zich denk ik met thrillers lees dat vaak wel heel erg snel. Dus vandaag ga ik aan deze twee rode boeken verder en beginnen. Dan lag er nog een leesexemplaar op mijn werk gisteren voor mij klaar. Vermist van Simon Beckett. Die kreeg ik van Alice Amsterdam. Dus ik zal even alleen het kleine stukje wat er bovenin staat. Je valt even in slaap in de speeltuin. Je vierjarige kind is verdwenen. Zul je 10 jaar later eindelijk te weten komen wat er is gebeurd? Nou ja, gewoon zo'n beetje zo'n standaard quote van een thriller. Ik ben benieuwd. Ik ben helemaal in de thriller mood. Mood, dat komt door Booth. In de thriller mood merk ik. Dus ik ga nu totdat mijn vader en bonusmoeder komen even lekker lezen in Booth. En ik ben eigenlijk wel een beetje opgelucht dat ik die bank overval. Ik heb hem ook meteen van mijn Goodreads afgehaald. Er wordt niet meegeteld, want ik was 130 pagina's in en dat vind ik dan... Ja, net zo'n grens dat ik denk, ja, ik was niet eens op de helft. Dus dat telt dan voor mij niet. Maar ik weet zeker dat er iemand bij tweedehands in het centrum bij Paagman die daar rondloopt, dat boek heel graag wil hebben. En dat hij er wel plezier van heeft. Heb ik verder nog iets te melden? Ja, gisteren kwam er nog wel een boek voor mij binnen. Die had ik dus al een keer gepre-ordered. Motherling, een soort horror thriller boek die ik een keer op een booktube kanaal voorbij zag komen. Dus die kan ik pas halen als ik mijn tweedehands boeken heb ingeleverd en een cadeaubon heb gekregen. Maar ik merk dat de greed om constant boeken te kopen wel minder wordt. Ik heb natuurlijk eigenlijk die boekbuyband met mijn collega en ik merk gewoon dat het me op zich best wel redelijk goed afgaat. Ook omdat ik nu gerichter op mijn kamer kijk en denk... Hilde, je hebt eigenlijk wel heel veel boeken die je nog moet lezen. Dus dat in mijn achterhoofd houdend. Ik schrijf wel titels op hoor, die binnenkomen van ik denk van... Oh, die had ik anders nu echt meteen gekocht. Ik schrijf ze wel op, zodat ik als ik weer een keer een boek van mezelf mag kopen... dat ik dan weet welke ik eigenlijk in eerste instantie had gewild. Zodat ik niet een beetje te veel impuls ga kopen. Wat ik meestal wel doe hoor, maar... Oké, ik ga me storten op Booth. Ik heb donderdag weer een vergadering. Deze zal ik waarschijnlijk niet voor donderdag uit hebben. Want na die trailer pak ik toch weer een ander boek die we moeten lezen voor Boek van de Maand. Maar ik ga deze uitlezen. Want ik vind het wel een heel goed geschreven, interessant boek. Maar ja, dat zei ik van de bankoverval ook. Dus we gaan het zien. Ik ga nu in ieder geval... ga nu in ieder geval lezen en kijk wel wat vandaag de dag brengt qua leeshoeveelheid. Dus dat zien jullie morgen wel weer. Doeg! Het is nu wat later op de dag en opeens bedenk ik me, het is al vrijdag. Dus misschien is het wel handig om de vlog gewoon nu af te sluiten. En ik deed natuurlijk eerst altijd dat ik hem op maandag plaatste. Toen werd het woensdag. Het is een beetje een rommeltje. Maar ik denk, volgens mij heb ik wel redelijk genoeg videomateriaal nu om die vlog online te zetten.
Ik heb ook nog niet heel veel gelezen. Ik ben nu net wel een beetje in de boel verder gegaan. Maar ik ging uiteindelijk toch weer boodschappen met Venna doen. En Thomas eventjes vanmiddag gezeten. Dus het lezen is nog niet heel erg ervan gekomen. En nu blijkt ook nog dat Amy nog een tasje bij mijn zusje heeft staan in Zoetermeer. Dus die vroeg ook al, kunnen we dat vanavond nog even ophalen? Dus meestal is dat zo. En dan plan je een dag lezen in. Of in ieder geval veel lezen. En dan willen toch niet helemaal. Dus ik dacht, morgen heb ik ook een drukke dag met de hockey en er komt visite. Dus zal ik ook niet echt vloggen. Waarschijnlijk kan ik hem beter nu afsluiten. Dus bij deze, ik sluit hem gewoon af. En nou ja, dan start ik wel weer een nieuwe. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Ook leuk om weer even, denk ik, door de winkel heen mee te kijken. En nou ja, dan zien jullie volgende week wel in hoever ik mijn leesplannen heb voltooid en hoe ver ik ben gekomen. Dus tot volgende week. Doeg!